Een hele goede middag jongens en welkom bij een nieuwe vlog. En kijk eens met wie ik hier ben. En ben. Ja. En hier is Kimmy. Hallo Kimmy. Wat doet Kimmy allemaal? Kimmy gek hè. Wat ben je aan het doen? Je was net mooie liedjes aan het zingen. Ben je nu een beetje verlegen om te zingen of gaan we zingen? Ik ga wat? Ja, wij gaan een postelin neerkiezen laten. Gaan we straks weer even een spelletje spelen? Ja. Maar papa moet wel eerst eventjes rijlessen. 2 uurtjes. Daarna kom ik terug. En dan gaan we een spelletje spelen. Ja! Beloofd? Maar dan moet je... Ik ben even kijken. Ik ben straks om 7 uur terug. 7 uur is het nog wel gewoon wakker toch, Mop? Oké, okay, en dan ga ik ervoor zorgen dat Mimi vanavond een beetje laat moet opblijven, goed? Ja. Ja, ga je een beetje opblijven? Ja. Het is weekend, hè? Ja. Maar niet al te laat, hè? Mijn kinderen moet ook slapen, hè? Ja. Afgesproken? Ja. Oké, okay, dan wil ik Pinky. Geef Pinky. Nee. In ieder geval jongens, ik zit hier met mijn dochter en ik heb zo meteen rijlessen. Het is nog maar een paar dagen en dan mag ik afrijden, man. En dan hoop ik dat ik jullie het mooie nieuws kan delen dat ik hem heb gehaald. En dan gaat er zoveel veranderen in mijn leven. Want dan kan ik overal gewoon onafhankelijk naartoe. Dan ben ik niet meer afhankelijk van mensen die auto tot beschikking hebben. Mensen die voor me kunnen rijden en zo. Dan kan ik gewoon alles zelf doen. Ik kan echt niet op wachten. En ik heb gewoon gezegd 100% ik ga hem halen. Er zit geen twijfel in me over dat ik hem niet ga halen. Ik moet hem halen. Er is geen andere optie. En met die mindset geloof ik heel erg in dat we hem gewoon gaan halen. Als je gaat twijfelen, ga je fouten maken, man. Maar nu deze dagen nog veel lessen. Ik heb echt soms gewoon lessen van 4 uur achter elkaar en zo. Maar het is allemaal waard. Ik moet hem halen, jongens. Er is geen optie meer. Woep, 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 woep. Ik ga van de trap af. Het ziet er heel donker uit. Oh shit, ik heb mijn petje op mijn schuim. Ali B van vroeger. In ieder geval. Ja, yes, jongens, best wel de trappen van het gaan. En jullie zouden wel denken, hey, waarom in de fucking shirt? Het is koud buiten, dat klopt. Maar ik heb mijn rijlessen, dus dan stap ik toch gelijk over in de auto en ik doe toch altijd mijn jas uit. Ik vind het kut om auto te rijden met jas aan en zo, man. En hey Vakka, ik heb Anish is hier en die is gewoon random hier. Wat ga je mee of zo? Nee, ik was gewoon hier. Je was gewoon hier aan het chillen, hoor. Hè? Gewoon post-up on the block. Ja, lekker man, bro. Ik wou even checken of hij nog leeft, toch? Zo, gisteren was een rare dag, man. Ja, man. Gisteren was een hele rare dag. Het was een lange dag, bro. Ja, man. Dus, maar was jij... Wat? Helemaal nuchter gewoon? Ik was gewoon stabiel, man. Stabiel? Ik heb iedereen thuis gebracht. Ja. Zo bro, ik weet niet eens meer hoe ik tijd ben gekomen bijna, man. Ja, ik heb ook nog een filmpje, ja? hoe jij op mij slaapt troont. Nou, dat kan niet, man. Maar ja. In ieder geval jongens, Anish belde mij net. Hij zegt, leef je nog vanaf gisteren en zo. Het was een gezellige dag, we zijn eventjes soort van uit geweest met de boys, wat ik al in mijn vorige vlog vertelde. En net belde hij mij, zeg, ik ben gewoon hier buiten bij je deur, ik zie je rijlesauto. Dus ja, ik was gewoon hier. Ja, en nu ga ik even lessen. Ik zie Wies daar al. Waka Wies! Je bent er! In ieder geval, jongens, ik zeg eerlijk, ik voel me wel fit, man. Hoe voel me fit. Heb je lang geslapen? Nee, valt mee, man. Maar gewoon fit, man, bro. Plus, je weet toch, nu lessen en zo, de laatste dagjes. Ja, daarom. Ska, ska! Ja, in ieder geval, hey, vanavond weer, hè? Ja, man. Hoe lang denk je? 10:15. Ja. Dan zie ik ook 10:15. Ja. Hey, hou je billen tijd, hè? Doe geen dingen die ik ook niet doe. Daag! Daag! Wies, je ziet het, ik ben in een vrolijke bui. Ja, ik heb er zin in, man. Ik heb er ook zin in. Ja? Maak mij ook vrolijk door gewoon lekker je ding te doen. En, laatste dagjes, man. Ja, man. Laat mij maar gewoon de hele tijd zo zitten met mijn mond dicht. En dan... Je kan alles doen. Je kan broodje gaan eten. Je kan gewoon jongens in die spiegeltjes te kijken, man, bro. Je maakt hem helemaal kapot. Okay, helemaal kapot. Oké. Okay. Nou, hou hem maar liever heel. Dat is beter. Ja, toch? Dat is cool, man. Wow. In ieder geval, jongens. Ik ga hem eventjes zo neerzetten. Maar dan gaat hij zo weer uit. Ik zie ook waar dat ik 2 streepjes batterij nog maar over heb. Oh ja. Mag ik zo weer even in de ladertje gaan gooien. Oké. Spiegeltje. Oh, spiegeltje staat al mooi. Oh, moet wel eerst dichterbij. Zo. Even contact. Ah, natuurlijk contact. Ik wil even kijken of je scherp was. Ja. Ik wil even kijken of je scherp was. Ik kan niet wachten, man. Mijn leven gaat veranderen, man, bro. Ja. Om mijn rijbewijs te hebben is heel mijn leven veranderd. Dat ja, maar dat klopt ook echt. Dan gaat de wereld open. Ja, dan gaat de wereld open, man. Even kijken, ik ga de vlog lekker uitzetten. Ik zie hem al knipperen, hij gaat uit. Okay. Jongens, hij is ook een beetje wazig. In ieder geval, ik zie jullie zo. Ik ga lessen en dan zie ik jullie zo gewoon. Ska!
Nou, benzinestation leef, jongens. Marijnstateur Wies is van het tanken. Van mij zit ik nog wat drinken aan het halen. En ik zit hier achter het stuur. Ja. En nu wachten tot hij eraan komt. Dit is toch de beste reisiteur die je kan hebben. Ik geef een stuk op Wies. Lekker Wies. Energie heb je, man. Ja, man. Energie. Lekker snikker aan het eten. Wat moet je anders in de file, man? Ja, man. Maar weet je, ik vind snickers eten een beetje raar geworden sinds Rapper Shores, man. Hé, hey, nu zeg je wat, man. Ineens krijg ik een heel andere smaak in mijn mond. Hé, gasten. Dus hoe gaat het eigenlijk met rappen, man, bro? Ik heb mijn carrière even op een laag pitje gezet, weet je. Je weet toch, sabbatical en zo. Je weet toch. Even een jaartje gewoon. Maar je kan het nog wel. Nee, maar ik voel die vibe volgens mij alleen als jij naast me zit. Oh, de. Ik denk dat het gewoon is. Dus. Anders moet je mij niet vragen om te rappen. We staan weer voor de brug. Pijn in mijn rug. Ik kom niet meer terug. Oh, diepe zucht, man. Hey, Nabi. Hi. Hallo. Papa is weer terug. Maar ik heb een ballon. Je hebt een ballon? Ik kan niet blazen. Oh, je hebt wel weer een rommeltje gemaakt op de bank. Gaan we zo eens even een spelletje spelen? Ja. Ga papa eerst even eten, goed? Ja. Oké, okay, moppie. Love you. Spelletje spelen? We gaan zo spelletje spelen, ja. Ja! Gaan we onze meneer kietelen. Let's go. Mag ik ook weer spelen? Tuurlijk, jij gaat toch met mij spelen, met papa? Ja. Hallo? Ah. Hallo. Wat ben je aan het doen? Ik ben erg kapot. Onze zwangere moeds. Is de hele dag moe. Ja, heel vervelend. Ja. Oké, jongens, ik zit hier achter mijn computer, ik ben omgekleed en al en we gaan zo meteen aan het optreden en de hele gang is aanwezig. Fuck up, boys. Ja, man. Oké, boys. Ik heb iets in mijn hoofd, hè. Wie van jullie is het lelijkst? Maar wacht. Jullie moeten na 3 tellen elkaar iemand aanwijzen. Oké? Dus wijs naar degene die het lelijkst vindt. Dan, zo komen we erachter. Hoor jij erbij? Ik hoor er niet bij, bro. Ja, ben ik zo? Nee. Anders wijzen jullie allemaal mij aan. Ja, nee. Maar oké, één van jullie. Ik ben gewoon de lelijkste hier aan. Nee. Maar één van hier. Oké, okay, ik snap hem. Let's go. Oké. Hey, want. Oké, ik ben benieuwd. Oké, in 3, 2, 1. Oh, wat dit? Van maken, man. Nee, laten we dat maar niet doen. Nou jongens, ik ga er vandoor en ik moet gaan optreden. En wat ga jij doen? Bij mama liggen? Nee. Vond je het leuk gamen? Lekker spelletje gespeeld, hè? Was gezellig, toch? Oké, ik heb wel nog een kus. Gaan we morgen weer spelen? Ja, gaan we morgen weer spelen. Ga je morgen weer voor mij cadeau kopen? Wat? Jij! Hoe kom je daar ineens op? Dat mag niet, hè? We gaan niet vragen om cadeautjes, hè? En je krijgt vaak genoeg cadeautjes. In ieder geval, jongens, ik krijg ineens te horen dat ik morgen cadeau moet kopen. Ik ga nu optreden. En, mama gaat cadeau kopen. Oké, okay, je gaat mama cadeau kopen. Nou, afgesproken. Nou, jongens, ik zie jullie zo weer. De gang is weer compleet, hè? Nessim, hè? Hoe gaat het, hè? Mijn vinger doet pijn. En jij was vandaag in Londen, hè? Ik was in Londen. Ja, even Londen, hè. Dat is leuk. Even London Bridge, hè. Londen. Vliegtuig. Zelfde dag terug, hè. Cedric heeft ouwe, hè. Cedric heeft pijn, hè. Oh, ik ga. Vinger is kapot, hè. Hij heeft het ook gevingerd, hè. Nee. Poegie, wat. Hey, no. Following min 300. Pussy was droog, hè. Dat was de cheese one, hè.
Ik was er niet op zoek, hè. Dat was ook, hè. Ik geef mijn vinger niet meer terug, hè. Let op, hè. Let op. Farley lacht altijd gewoon met... Je ziet zijn tanden niet als hij lacht. Hé, hey, Farley. Ga eens brokken. Ja, ga eens brokken. Nee, nee. En nu wil hij niet lachen. Hij weet die tanden zijn loes als hij lacht. Nee. Doe eens dat. Dat is wel oog, mama. Het is goeie, man. Ik hoef geen kunstgebied nooit te laten, man. No, man. Kijk niet naar mij. Die camera kijkt niet naar jou. Naar mij kijk. Oh, de. Ik ben serieus een mannetje. Oh. Hey, kom in mij. Wat is het? De wekelijkse update van Nes. Wekelijkse update. Nog steeds keer. Wel naar Londen gegaan. Schakelijke pas. Oh, je hebt hem gekocht daar? Nee, gekregen. Oh ja, kom maar. Ja, natuurlijk. Koude hard. Oké, okay, dit is een rare situatie. Pakken. Het is de ochtend en ineens is iedereen hier weer. Dus laat me vertellen wat er is gebeurd. Jij bent naar mijn huis gekomen omdat... Ik ben mijn telefoon vergeten. Raar. En zij ging had hem gewoon. Ja, ja, man. Ja, maar hij is dan. Tari komt ook. Ja, wat, ik moet wel vertellen wat. Wat? Je was je soep vergeten. Soep? Nee, man. Ik heb de soep. Nee, man. Je checkt nog op het moment dat ik voor wat komt. Oh, dit is wel love, man, dat je zo kon brengen. Nee, man. Ik ben... Ja, anders moet je zo naar buiten. Ja, ja, dat is wel... ja, ik heb nog wel een paar andere jassen, maar. Word je weer ziek? Ja, thanks, man. Maar eerlijk, je moest in de buurt zijn, hè. Ik moest naar Alexander in, man. Oh, ik dacht even... Dat is niet in de bedroom. Ja. Dat is love, man. Sowieso, dat is love. Ik had je echt niet verwacht, man. Moet je niet echt wel toevallig. Ik ben jongens bij ondertussen thuis. Ik ben al sinds een uurtje of 12 wakker, dus ik heb niet eens zoveel geslapen. Maar nog met mijn dochtertje, met mijn wifey. Die zijn eventjes naar het speeltuintje gegaan. Deze boys kwamen langs en ik moet eigenlijk zo eventjes gaan editen en rijlessen. Dus vandaag ga ik weer naar huis toe. En ik ga denk ik deze vlog ook gelijk afsluiten. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet niet te liken, te subscriben. En tot de volgende vlog. Ik hou van jullie later. Ska! Ja!